De tweede stakeholderbijeenkomst werd gisteren in de guesthouse van de Atticus gehouden. Tijdens de stakeholderbijeenkomst werden er presentaties gehouden over de resultaten van de baseline-studie over percepties en de SDG-acties op de Atticus. We hebben een gesprek gehad met de voorzitter van de Atticus SDG-commissie, Carol Jurgens, en volgens de voorzitter is het concept er al hoe ze de resultaten zullen vertalen naar de bredere gemeenschap. Vandaag hebben we de tweede stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Wij zijn van de Atticus SDG-commissie en we hebben in maart, begin maart, hebben we een eerste stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, waarbij we in principe met leidinggevende van de Atticus, maar ook key persons buiten de Atticus, die allemaal betrokken zijn bij de SDG-activiteiten, van gedachten hebben gewisseld om te kijken van wat kunnen wij als Atticus betekenen, welke bijdrage kunnen we leveren als het gaat om zeg maar het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. We hebben na die eerste activiteit een nulmeting uitgevoerd aan de leidinggevende van de Atticus om na te gaan wat de percepties zijn over SDGs, wat de activiteiten zijn met betrekking tot SDGs op de campus zelf en wat de percepties zijn met betrekking tot het beleid van Atticus. Omdat we uiteindelijk een Atticus SDG-beleidsplan moeten samenstellen. Wat zijn de bevindingen van het databaseonderzoek? Nou, uit het databaseonderzoek zijn er een aantal interessante zaken naar voren gekomen. We hebben gemerkt dat eigenlijk alle participanten wel kennis dragen van de SDGs en dat ieder op zijn eigen manier betrokken is bij de implementatie daarvan. Dus wat je merkt is dat individuen wel zeg maar in activiteiten participeren, projecten deelnemen of in hun eigen zeg maar, onderwijs of onderzoek of een dienstverlenende activiteit bezig zijn met de SDGs. Maar als instituut in zijn geheel, dat we in principe nog geen algemeen standpunt hebben ingenomen van waar staat ADEC echt precies voor. Natuurlijk, SDG Goal 4 is sowieso een van onze belangrijkste goals. Maar welke andere goals zijn belangrijk voor de universiteit? En moeten we ons met alle goals bezighouden of niet? Dus er zijn wat discussiepunten, maar wat je merkt is dat men zeer proactief is. Men vindt het belangrijk dat er beleid komt. En men vindt het ook belangrijk dat een instituut komt, een centrale unit komt, dat zich bezighoudt met een stukje monitoring, aansturing van SDG-activiteiten op de campus. Waaraan zou de universiteit nog moeten werken? Nou, de universiteit zou moeten werken aan vergroten van het bewustzijn onder de medewerkers met betrekking tot tot duurzame ontwikkeling. En wat je merkt is dat mensen soms er niet bij stilstaan dat wat ze aan het doen zijn al een directe link heeft met deze SDGs. En dan zeggen ze onterecht van, weet je, ik weet er niks van of we zijn niet bezig met de SDGs. Terwijl in principe al onze activiteiten een link hebben met duurzame ontwikkeling. Dus het vergroten van dat bewustzijn zou een eerste stap moeten zijn. En de universiteit zou veel meer naar buiten moeten treden. Kenbaar maken, herkenbaar maken dat we ook een SDG-instituut zijn. En dat kan op verschillende manieren. Je kan je missie en je visie aanpassen. Je kan een SDG-vlag hangen, een bepaalde SDG-logo hebben, zodat het alvast herkenbaar en zichtbaar wordt en mensen veel bewuster beginnen om te gaan met SDG's. Het is heel belangrijk voor de Surinaamse samenleving, vooral voor de jongeren. Hoe verkopen jullie dit? Hoe verstrekken jullie de informatie aan de samenleving? Het is inderdaad heel belangrijk dat we als universiteit niet alleen op de campus bezig zijn. Want wat je hebt gemerkt bij de eerste stakeholdersbijeenkomst is dat er soms nog onbekendheid is van wat doet de universiteit precies, toch? En ook de behoefte is er om een grotere betrokkenheid. Toch? Men zegt ook van de universiteit moet meer informatie geven naar buiten toe, maar moet ook ondersteunen als het gaat om projecten met buurten, projecten met andere organisaties. Dus het is ook heel belangrijk dat we communicatiestrategie ontwikkelen, want we hebben eigenlijk al een concept op papier gezet van hoe we deze resultaten gaan vertalen naar de bredere gemeenschap. Eén manier is natuurlijk deze tweede activiteit waarbij we ook met stakeholders, waarbij we ze hebben geïnformeerd over de resultaten. Een andere stap zal zijn, met name met studenten, om die te informeren. We zijn ook van plan een baseline onderzoek te doen onder de studenten. En daarnaast maken we natuurlijk gebruik van onze website, waar ADEC heeft een Facebook page. We hebben ook een intern informatieblad. En verder moeten we nog even gaan rustig gaan zitten en kijken van
hoe kunnen we met onze stakeholders een zeg maar, communicatieplan ontwikkelen, dat ook in de netwerken waar wij zijn vertegenwoordigd, dat die informatie naar daar komt. Er is een bepaalde limiettijd aangegeven tot 2030, tot het behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Mijn vraag is het nog haalbaar? Oh, we willen ons niet zozeer richten op die 2030, omdat je anders beperkt bent. En duurzame ontwikkeling is iets dat altijd voort zal gaan. We hadden eerst de doelen in een andere vorm en nu hebben we de SDG's en we zullen ze daarna ook weer in een andere vorm krijgen. Dus waar we ons op moeten richten is dat we het kader waarin de doelen nu zijn geplaatst, dat dat ons helpt om een goede basis te leggen. Zodat we altijd door kunnen gaan met duurzame ontwikkeling. Wat is de boodschap naar de gemeenschap toe met betrekking tot deze activiteit? Nou, de boodschap die we willen uitstralen is dat duidelijk voor de gemeenschap nou moet zijn dat de universiteit een belangrijke rol heeft te vervullen als het gaat om duurzame ontwikkeling. En dat de universiteit het niet alleen kan doen, maar net als Goal 17 praten we over partners in ontwikkeling. En dat we dus ook proberen zoveel als mogelijk stakeholders te betrekken om deze duurzame doelen te bereiken. Of in elk geval te werken aan duurzame ontwikkeling.